Ik heb hier een lege whiskyfles. Nu zou je deze natuurlijk naar de glasbak kunnen brengen, maar je kunt er ook iets heel anders mee doen. Vandaag zijn we op bezoek bij de heer Hans de Haan, die zich heeft gespecialiseerd in het maken van flessenscheepjes. Wanneer bent u zelf begonnen met het maken van flessenscheepjes? Ik ben in, even denken hoor, 1979 begonnen. Ik was toen in Duitsland. Nou, zag ik daar een voorbeeld van een heel eenvoudig eenmassertje in. Ik dacht van, nou, dat kan ik ook. En ik bouwde al jaren plastic modelletjes, autootjes, soms wel wat schepen. Maar ik denk, dit is wel vrij uniek, dus daar ga ik mee beginnen. Dus in 1979 ben ik begonnen. En voor lieverlee heb ik wat andere boeken over flessenscheepjes gevonden. In Parijs, toen ik daar was, toevallig. Ja, je haalt ze overal vandaan, die dingen, hoor. Want tegenwoordig zijn die boekjes sec over scheepjes flessen. Heel dun gezaaid. Als er een boekje uitgegeven wordt, is het meestal een kleine oplage. Wat vindt u nou zo leuk aan het bouwen van die flessenscheepjes? Nou, het leuke vind ik dat je uit niets eigenlijk iets maakt. Je zoekt een fles, je zoekt wat stukjes hout, wat tandenstokers, wat garen, wat stof, wat papier. Kijk, ik heb hier dus een gewoon stukje hout. Dat kost niks. Dus op zich is het een hele goedkope hobby. Ga je aftekenen, dat je een beetje de zeeg van het schip erin krijgt. Dan ga je hem van bovenkant aftekenen, dat je dus de vorm er wat meer in krijgt. Vervolgens wat gaatjes boren, waar dus de draadjes voor het staande wand doorheen moeten. En hieronder waar het scharniertjes van de masten in terechtkomen. En hier heb ik een rompje waarbij het dek uitgesneden is, wat verlaagd. En ook wat meer gaatjes erin voor de scharniertjes en voor de tuigage verder. En hiervoor komt de boegspiet erin. En dan uiteindelijk is dat zoiets geworden, waarbij dus ook de romp wat meer vorm heeft gekregen. Vervolgens moet de fles ingericht worden. Daarbij kijk ik ontzettend goed naar de kwaliteit van de fles. Want je hebt een heleboel flessen, maar je hebt ze ook. En daar zitten wat verdikkingen aan de binnenkant en dat geeft vervorming. Dus het zou zonde zijn als je een schitterend mooi scheepje erin hebt zitten en dat daar een vervorming optreedt als die helemaal in de fles zit. Dat gekke olifant is geworden of wat dan ook. Maar in ieder geval, mooie fles gevonden. Dan gaan we de zee in aanbrengen, stopverf, plasticine, vimoklei en dan boetseer je de golfjes in. Fase verder zijn we dan, dan gaan we de zee een kleurtje geven. Nou, als het interieur klaar is, dan kan het bootje erin. Je kan natuurlijk ook nog een hele achtergrond maken hoor. Ik heb hier wat modellen staan met hele landgezichten, met huisjes, met van alles en nog wat. Als dan het scheepje buiten de fles ook zover klaar is, dan kan je dus het geheel samenvouwen en naar binnen brengen. Hier zit hij in de fles en met die draadjes kan je dus de mastjes omhoog gaan trekken. Voordat u hier bent, hoe lang bent u daarmee bezig? Nou, als het eenvoudig één mastertje is, dan red ik dat in 2,5 uur. Dus een eenvoudig zeilschip? Zo is dit. Ja. En dan met snel drogende verf, acrylverf, dan gaat me dat in 2,5 uur lukken. Ja. Maar hoe groter het scheepje, hoe meer masten, hoe meer details, ja, hoe meer tijd erin gaat zitten. En dat kan 25 uur zijn, 50. En er zijn mensen die zijn er wel een paar duizend uur mee bezig. Dus dat is een paar iets duizend uur? Ja. Ja, maar dat zijn wel de hele grote modellen die in flessen van wel 20 liter, 30 liter gemaakt worden. Nou kan ik me voorstellen vroeger dat het ook allemaal houtsnijwerk was. Hoe komt u zelf aan die onderdelen? Maakt u die ook zelf of zijn die ergens te koop? Nou, de meeste restmaterialen, stukjes hout, stukjes stof. Het is mooie fijne stof. En als je dat impregneert met blanke lak, dan rafelt het niet meer. Garen, ja, dat haal je uit de naaiband bij moeders. Het allereerste scheepje wat ik maakte, en dan zeg ik nu van, daar heb ik 2,5 uur de tijd voor. Toen
ben ik daar 25 uur mee bezig geweest. Hier dan een dimpelfles. En die heeft zo'n mooi driehoekige vorm. En heeft het voordeel dat je daar dus geen voetje bij hoeft te maken. Die staat gewoon op zichzelf. Ze zitten ook in de auto, dit soort achterlichtjes. Alleen daar zijn ze 12 volt. En deze twee komen uit de achterkant van de helikopter. 24 volt. Maar hetzelfde principe. Het fittingje eraf halen. En de gloeidraad eruit zien te putsen. Nou is deze dus gemaakt toen mijn dochter geboren is. Een mooi papieren gevouwen bootje in een originele zuigfles. Het verzamelen, dan ruil ik ook wel eens modellen. Dus dan bouw ik zelf een model en ruil ik dat met iemand anders. En dan op die manier krijg je dus modellen uit heel de wereld. Ik heb ze uit Japan, ik heb ze uit Portugal staat er een, uit Engeland, Filipijnen staat hier wat. De oude DDR, Oost-Duitsland. Heel erg bedankt dat we hier bij u langs mochten komen en dat u erover verteld heeft over uw verzameling en uw hobby. Dus dank u wel daarvoor. Graag gedaan. Ja. Voor de mensen thuis, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.